Oeh, ja. Kijk wat hier voor moois uitkomt. Oh, volgens mij wordt dit een hele mooie. Volgens mij wordt dit een hele mooie. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Yo, Nintendo fans. Bedankt voor alle likes op de vorige video waarin ik Pokémon kaarten uitpakte. Vandaag hebben we deze en we hebben deze. Ja, dit zijn twee prachtige boxjes die we vandaag gaan uitpakken. Dus knal de duimpjes weer omhoog en dan gaan we snel beginnen. We hebben de Pokémon Go doos van Team Instinct al uitgepakt. En vandaag hebben we die van Team Mystic. Het team van Blanche. Of Blanche? I don't know. En we hebben natuurlijk ook de pin die daar dan bij hoort. Ik vind dit wel toffe kaartjes trouwens. Zijn wel echt mooi. En in die doos zitten 6 pakjes. Eens even kijken of we een keer een dittootje kunnen vinden. Ja hoor, we beginnen gelijk weer met zo'n gekke V-star kaart. En dan hebben we de Pokéstop. Een Camerupt. Het volgende kaartje is een Zatu. Dan een Alolan Rattata. Een Wimpod. Een Pikachu. Die hebben we al vaker gezien natuurlijk. Squirtle. En na Squirtle hebben we Bidoof. Ik wil een keer een Bidoof die ik kan pellen. Maar er moet in de linkerhoek op de plek van de F een Ditto-icoontje staan. En dat is bij deze niet. Dus we gaan gewoon door met een Reverse Articuno. Ja, dit kan ook. Gewoon een dubbele Articuno pool. Het is niet voor niks een Team Mystic box natuurlijk. Pakje nummer 2. Grappig begin. Jullie mogen de codekaart hebben. En dan gaan we kijken of hier wel wat moois in zit. Opnieuw de Pokéstop. Dan een Pheasant. Volgende kaartje is een Rare Candy. Een Squirtletje, die hadden we net ook. Bidoofy, die hadden we net ook. Een Onix, die hadden we net niet. Maar die is ook niet heel erg zeldzaam. Hebben we hier die Barrel. Of is het de Smeargle? Ja, jullie mogen kiezen. Dan hier Melten en de Reverse is een Snorlaxie. Heb ik deze Snorlax kaart eigenlijk al? Ik denk het niet. Volgens mij heb ik deze nog niet eerder gezien. Maar ik vind hem wel leuk. En als laatst hebben we Slaking V. Ja, het is een pool. Maar deze hadden we volgens mij in een vorige video ook al. Het derde pakje begint opnieuw met een V-star. Dan hebben we hier Ivysaur. Er zitten ook weer Bidoofjes verstopt. Er zitten overal Bidoofjes hier in die Pokémon Go serie. Dan de Pokéstop. Een Pheasant, die we net ook hadden. Een Pidoff. Een Magikarpy. Meltan. Eevee. Een volgende kaart. Oh, Pikachu hebben we ook. Eevee en Pikachu. In reverse is een Onix. En als laatste nu, Melmetal. Best cool. Volgens mij hebben we deze ook nog niet. Die staat hier in een stalen stad, denk ik of zo. Kracht te verzamelen. Nou, wel leuk kaartje. Leuk kaartje. Het vierde Pokémon Go pakje. Begin met een Fire Energy. Dan hebben we hier Steelix. Yeah. Zatu. Een Slowbro die eenzaam is weer. Een Bidoofy die weer geen Ditto is, helaas. Dan Melten. Die hadden we net ook. Charmander. Een Eipompy. Een Bulbasaurtje. Een Reverse Pikachu. En nu als laatst. Oeh, ja. Kijk wat hier voor moois uitkomt. Oh, volgens mij wordt dit een hele mooie. Volgens mij wordt dit een hele mooie. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is er met al die slackings in de Pokémon Go-serie? Ik ben hier wel blij mee hoor trouwens, want deze heb ik nog niet, deze Slacking V. Ik vind hem best wel leuk, maar als we pools krijgen uit de Pokémon Go-serie, dan is het zowat altijd een slacking. Nou ja, ik ben er wel blij mee. Het is in ieder geval een toffe pool. Nog 2 pakjes uit deze doos. Maar dan hebben we ook nog een hele vlette Cleaver-doos. Laat even in de reacties weten welke doos jij liever zou willen hebben. De Cleaver doos of de Pokémon Go doos? Hier is weer een codekaartje voor jullie. Electric Energy. Dan hebben we Lunatone. Een Pokéstop, die zit bijna in elk pakje geloof ik. De Lure Model. Een Spinneracky. Een Wimpotje. Een Larvitar met een Berry. Een Nummel. Dit kan trouwens ook een Ditto zijn. Heb ik volgens mij ook eerder gezien op plaatjes. Maar dat is hem helaas niet. Dan Onix opnieuw. Oeh, yo, Radiant Blastoise. Altijd vet om een Radiant kaartje te krijgen, jongens. Altijd tof. Zijn we altijd blij mee. Volgens mij hebben we Blastoise wel al. Moest ik Venusaur nou nog hebben? Ik weet het niet zo goed meer. Anyway, de laatste kaart is een Blissey. Ja, die hebben we al vaker gezien. Maar altijd blij met de Radiant Blastoise. Nice. Dit is best wel een goede doos. Gooi de duimpjes omhoog als je dat nog niet gedaan hebt voor deze Pokémon Go doos. We hebben gewoon nog 1 pakje. Als hier nou ook nog wat vets in zit, dan is het echt een perfecte doos. Fighting Energy, beginnen we mee. Dan Candela, Slowbro, Pupitar, Ambipompy, een Slowpokey, Bibarreltje, Spinneracky, Pidoffje, Reverse Melton en als laatste Sylveon. Ja, er zit altijd een Holo Rare aan het einde van een Pokémon Go pakje, dus dat is niet zo heel bijzonder. Maar dit was best prima. Ik bedoel, we hebben Radiant Blastoise. We hebben een Slaking V Full Art. We hebben gewoon een normale Slaking V. En natuurlijk deze promo kaart. Dus dit was echt niet verkeerd. Dan gaan we nu verder met deze doos. Cleaver.
Roar! Hier zitten ook weer een paar vette dingen in hoor. Bijvoorbeeld natuurlijk zo'n pin van Cleaver en een V-star badge. Maar ik vind vooral deze promo kaarten heel erg cool. Deze Cleaver V-star vind ik heel nice. Ziet er echt cool uit. En dan hebben we nog deze Cleaver V. Het is natuurlijk sowieso wel een Pokémon die er best cool uitziet. Maar yo, deze kaarten zijn nice. Heel cool. En dan krijg je natuurlijk ook nog zo'n oversized Cleaver kaart. Er zitten 5 pakjes in. Een Brilliant Stars pakje. 2 Astral Radiance pakjes. En 2 Fusion Strike pakjes. Ja, en ik weet dat in Fusion Strike zulke vette kaarten zitten. Maar meestal poelen we ze niet. Hopelijk nu een keer wel. Maar hopelijk is dit het moment. Let's go Fusion Strike met Charjabug. Een Judge kaart, Excadrill, Plusle, Munna. Echt een embryo is dit, hè? Het blijft een hele gekke Pokémon. Miauwtje die in het bos aan het wandelen is. Meryl is lekker aan het zwemmen. Helioptaal, een Sizzlipede. Dat is de reverse. En als laatste hebben we Galarian Cursola. Wat een eng gezicht altijd. Oké, dit pakje dan. Zit hier mijn Gengar in? Alsjeblieft. Nou, we hebben de Crossweaver. Dan daarna hebben we Sliggoo. Een Clawser. Een Skarmory. De volgende is Shelmet. Zo, is Shelmet in de disco of zo? Jeetje. Of op de kermis, wat de kleurtjes. Wel geinig kaartje hoor. Leuk kaartje. Plusle hebben we dan hier. Munna opnieuw. Meowth opnieuw. Reverse is de Schoolgirl. En wat hebben we als laatste voor Fusion Strike? Het is Sandiscorch. Wel goede Pokémon in Sword and Shield trouwens. Die gebruik ik best wel vaak. Nou, dan moeten we maar een goed Astral Radiance of Brilliant Stars pakje krijgen. We gaan eerst Brilliant Stars doen. Oké, daar gaan we. Fracture. Weavile. Friends in Galar? Deze vind ik super leuk. We zien echt al die figuurtjes die we uit Galar kennen. Ik vind het een hele leuke kaart. Die heb ik nog nooit eerder gezien. Cool. Nou ja, Sneasel is de volgende. Duskull, oh my gosh. Oh ja, deze wil je niet tegenkomen in het donker. Dat lijkt me niet heel fijn. We hebben daarna Purloin. Shroomish. Pipluppi. Beartic als reverse. En wat hebben we dan als laatst? Ja, er komt wat, er komt wat, er komt wat. Wat is het, wat is het? Flygonfee. Dit is trouwens ook echt een goede Pokémon. Ryan heeft natuurlijk een Flygon in zijn team in Sword and Shield. En dat is altijd echt een probleem. Super nice. Weer een leuke pool. En dan nog 2 Astral Radiance pakjes. Spannend, spannend. De Tempel van Sinnoh. Granidas. Golduck. Standlertje. Een Hoothoot. Yanma. Cricketoad is de volgende. Sudowoodo. Een Petalil als reverse. En als laatst. Een Hisuian Basculegion. Zo, dat is echt een mondvol. Hisuian Basculegion. Deze heb ik nog niet. Dus nou ja, helemaal prima. Het laatste pakje. Let's go, jongens. We hebben Purugly. Featherball. Een Uxie. Het is niet eens een zeldzame kaart, is blijkbaar. Deze Legendary Pokémon. Drifloontje. Psyduck. Altijd leuk. Togepi. Ook altijd leuk. Magnemite. Een Ralty. Epsil. En als allerlaatste Miss Majus. Maar deze heb ik ook nog niet, dus prima. Nou, de pools uit de Cleaverbox konden misschien iets beter. We hebben eigenlijk alleen deze Flygon gekregen. Maar hey, de promokaarten waren wel echt heel sick. Deze is heel cool. En deze Cleaver V-star natuurlijk ook. Maar uit de Pokémon Go-serie kregen we de Blanchet promokaart. Een Slaking V. Een Slaking V Full Art die heel cool is. En de Radiant Blastoise. Dus ik ben redelijk tevreden. Laat weten wat jij ervan vond. Doe het duimpje boven. Vergeet niet te abonneren. Binnenkort allemaal nieuwe games op dit kanaal. Mario Rabbids, Pokémon Scarlet Violet. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!